Ik zat nog in mijn verlof van de kleine. En 2 weken eigenlijk voordat ik moest gaan werken, voelde ik een knobbeltje. En toen dacht ik van, dat zal wel goed aardig iets zijn van de zwangerschap. En toen is het eigenlijk ook weer weggegaan. Een paar dagen later kwam het ineens weer terug. En toen was ik hier, toen moest ik gaan werken. En toen dacht ik van, lekker toch maar even checken. Nou, dat is maar uiteindelijk maar heel goed dat ik dat gedaan heb. Ja, want dat bleek dus niet een goedaardig, maar een kwaadaardig knobbeltje te zijn. Zit hij goed, Annemiek? Ja. Ja? Ja hoor. We gaan beginnen. Half uurtje. Ja. Ja? Ja. Annemiek, je hebt inmiddels een soort paardrijcap opgekregen. Ja, heel charmant hè? Ja. Kun je uitleggen wat het is en hoe het werkt? Ja, van tevoren wordt gezegd dat je haar eigenlijk 100% gaat uitvallen al na de eerste kuur. En dat was voor mij ook wel een hele grote zorg, want ik was altijd heel erg met mijn haar en make-up bezig. Dus daar vond ik het hele traject denk ik nog wel het ergste bijna. En toen zeiden ze dat je een cold cap op kon, waardoor je bij de eerste kuren 50% haarbehoud kon hebben. Haarbehoud wil niet zeggen dat je al je haren behoudt, maar dat er ook nog wel een heel groot deel kan uitvallen, maar dat je in ieder geval met haar over straat kan. En daar hebben we ook meteen proberen. Want hoe belangrijk is jouw haar voor jou? Ja, ik zou niet kaal over straat gaan, zeg maar. Nee, daar zou ik me doodongelukkig van voelen als ik me kaal in de spiegel zou moeten zien. En dat was ook wel mijn grootste nachtmerrie toen ik hoorde chemo. Zoals denk ik heel veel andere vrouwen daar ook wel door de gedachte. Kijk, als man kaal kun je nog over straat zonder dat je meteen een stempel hebt. Maar als vrouw denk ik dat je toch meteen, ja, dan kan je net zo goed met een bord om gaan lopen. Ik heb kanker. En nou kan ik gewoon, ik kan naar de sportschool, ik kom over straat en ze zien gewoon niks aan me. Ik schaam me er niet voor en ik ben er heel open over, maar het is ook wel eens fijn om gewoon Annemieke te zijn. Zonder daarbij ziek te hoeven zijn, ja. Toch is dit apparaat is volgens mij geen pretje. Ja, ik was op het ergste voorbereid, dat sommige mensen het ook echt niet vol kunnen houden. En het is koud en na 10 minuten voel je de kou eigenlijk niet meer, maar ik vind het helemaal niet pijnlijk. Nee, dit vind ik het meeste belasting, dat die band mijn kin naar boven duwt. Maar hier heb ik eigenlijk helemaal geen last van. Ja, het wordt allemaal een beetje trager. En mijn concentratie is dat uur wat minder. Als ik hem nou op heb, merk ik. Maar, het is een offer wat het waard is voor jou. Ja, en ik zit wel 1,5 uur langer in het ziekenhuis. Maar als je ziet dat je straks na alle kuren gewoon niet bij niks begint, zoals ik net zeg, dan is mij die elke keer 1,5 uur om de 3 weken alles waard.